In het Agora-onderwijs geen vaste vakken, huiswerk en toetsen. De leerlingen moeten hun kennis en vaardigheden zelf verzamelen. Jij wil leren programmeren, fantastisch. Er is een vader van een van de leerlingen die daar heel goed in is. Nou, die kunnen we dan vragen, kom je middag wat vertellen? Voor mij is het vooral een bevestiging dat leren in vrijheid echt bestaat en echt kan. En dat kinderen uit zichzelf ontzettend gemotiveerd kunnen zijn of weer kunnen worden. Want veel leerlingen waren in het reguliere onderwijs een beetje vastgelopen. Ja, bij sommige dingen ging het te snel, bij sommige dingen gaat het dan weer te langzaam. En hier kan je gewoon werken op je eigen niveau. Ik kreeg het niet voor elkaar om mijn zoon beter uit de verf te laten komen. En toen kwam dit op mijn pad en toen dacht ik, nou, ik spring erin. De leerlingen tussen de 10 en 15 jaar zitten allemaal in één groep en zoeken zelf hun eigen plekje uit. Hoe vind je dit? Dat je niet aan tafeltjes zit en zo? Wel fijner. Ja? Ja, anders zit je de hele tijd dag rechtop. Hoe ging het op jouw school? Als je dan bijvoorbeeld je huiswerk of zo niet afhad, kreeg je een straf. En hier zeggen ze nee, dat is onzin. En dat ga je dus zelf allemaal gewoon kiezen. Wanneer je het eigenlijk denkt van dan wil ik het af hebben. Eigenlijk is dit de hele dag zelfstandig werken eigenlijk. Er komen de laatste jaren steeds meer vormen van alternatief onderwijs bij. Jacqueline de Volder vindt dat een goede ontwikkeling. Deze kinderen zijn niet heel happy in reguliere scholen. En ik denk dat het heel goed is dat er voor allerlei soorten kinderen die op allerlei manieren leren, dat daar meer op maat onderwijs voor komt. En dat er ruimte is om te kiezen.